Just look over your shoulder. Ja, niet meer weg te denken uit ons programma De Boodschappen. Deze week gaan we het hebben over Nationale Vrouwendag. Dat was afgelopen week. Bleh, inderdaad. Nou ja, dat is de vraag aan de luisteraars. Wat vinden zij van de Nationale Vrouwendag? Waarom, wie, hoe, wat? Laat je uit, bel in. Is dit een nieuwe, wat leuk? Nou, goedenavond. Goedenavond. Ja, goedenavond. Met wie heb ik het genoegen? Met Peter. Ah, Peter. Hallo. Hallo. Hoi Peter. Hallo. Ja, echt, ik vind het wel gezellig. Peter, Nationale Vrouwendag. Ja, dat kun je wel zeggen. Wat vind je ervan? Ja, wat vind je ervan? Wat kun je ervan vinden, hè? Wat kan je ervan vinden? Ja, je kan er van alles van vinden natuurlijk, maar het is meer de feit, hè, natuurlijk. Maar wat het is, het is niet meer Vrouwendag natuurlijk. Nu niet meer? Nee. Dus ze zijn een beetje te laat eigenlijk natuurlijk. Nee, maar het gaat... Daar gaat het niet. Het gaat natuurlijk om de issue. Wat moet het er zijn, Vrouwendag? Ja, natuurlijk. Eigenlijk is het van de zotte dat het nog nodig is. Laten we wel wezen. Maar het is blijkbaar nog nodig dat het is. Ik denk dat het meer een gevoel is van de vrouwen. Van wij willen een eigen dag. Een beetje een opdringerig karakter van de vrouwen. Ja. Dat alles moet kunnen van de vrouw, zeg maar. Er zijn natuurlijk nog genoeg culturen waarin de vrouwen toch een onderdrukte positie hebben, vind ik. En dat vind ik niet alleen, dat is eigenlijk gewoon zo. En daarom is het goed dat het internationaal gewoon de Vrouwendag is. Dat er gewoon even stil wordt gestaan, dat vrouwen eigenlijk gewoon ook gelijke rechten hebben als de man. Snap je? Nou, ik vind een hele... Ja, wat vind je eigenlijk? Ja, wat vindt u eigenlijk van mij? Zeg. Ja, nee, ik ben wel eigenlijk... hoe zou ik het zeggen? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet wat je wil zeggen. Je hebt het beste met de vrouwen voor. Ben jij soms een vrouw? Nee. Heb je ooit een vrouw gehoord die Peter heet? Nee, ik... Nee, maar bedoel, ben je soms een vrouw? Op maandag of zo? Nee. Nou, dat kan. Nee, dat kan inderdaad. Daar kijk ik er helemaal niet gek van op. Vind het geen rare vraag. Hè? Je hebt van die mensen die dan als je vraagt... Ben jij soms een vrouw, hè, met nadruk op soms, dat ze dan echt heel raar reageren. Maar ik heb dat niet, maar ik ben het niet. Nee. Oké, dankjewel Peter. Alsjeblieft. Goedenavond. Inderdaad. Wat een gek afsluiting, inderdaad. Non-informatie eigenlijk. Ja, hè. Eigenlijk ook een heel ik heb eigenlijk wel zin in iemand... Hele slechte vragen. Ja, eigenlijk heb ik gewoon zin in iemand die ze dus helemaal afkraakt, die vrouwen. Goedenavond. Oh, hi, hallo, met Koert. Ja, Koert, ik had je al herkend. Oh, hoezo? Nou, aan je stem en je intonatie. Ja, ja. Nationale Vrouwendag, Koert. Laten we even to the point komen. Nationale Vrouwendag. Nationale Vrouwendag, dus Internationale Vrouwendag. Oké, het is een vrouwendag. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het allemaal gedoe, hoor. Hey Dennis! Ja, Dennis, laat nou liggen! Oh, gods, dit is... Nee, dat doen we zo wel. Sorry hoor, maar kijk, ik vind het gewoon gedoe, die Internationale Vrouwendag. Want? En waarom moet je nou weer een dag voor de vrouwen? Wat gebeurt er op zo'n dag? Ja, dat... Snap je? Ja, het heeft geen effect, wat jou betreft. Mijn effect, maar... Heb jij nou, hè, als ik nou zeg van... Hey, goedemorgen, jij zegt goedemorgen. En dan zeg ik, hey, weet je wat het is? Nee, wat is het? Het is Internationale Vrouwendag. Oh, dan heb je toch niet zoiets van, nou, dan ga ik vandaag iets anders doen. Nee, dat heb ik niet. Snap je? Nee. Dus het is dat we... Dennis! Ik zeg het nog één keer, want het is nou klaar. Je hebt de hele tijd het ding vast. Nee? Ja, oké. Ja, maar straks dan. Mag ik wat vragen?
Mag ik wat vragen? Wie of wat is Dennis? Dennis, dat is een vriendje. Nee, vriend. Gewoon een makker. Maar je belt zo vaak dat... Dat wordt dan toch een soort van... je begint toch op een band te krijgen met je bellers, dus... Ja, nou ja, Dennis, wat doe je nou? Het is zo op mij. Laat nou... Ik zei nog, laat nou liggen gewoon. En je pakt het toch op. En je bent gewoon eigenwijs. Maar die wilt er niet mee. Ik zit op de radio, man. Idioot. We zien het slot al lachen, joh. Wat was de vraag? Ja, iets over Nationale Vrouwendag. Over Nationale Vrouwendag? Wat? Wil je nog iets kwijt over Nationale Vrouwendag? Of Internationale Vrouwendag? Kwijt. Ik ben niks kwijt. Oké. Okay. Koert, dankjewel. Dankjewel. Dag Koert. Bedankt voor je bijdrage. Ja, nou ja. Oké. Doei. Doei. Dennis, nou is het klaar. Gos. Genoeg nu. Zullen we er nog eentje doen? Of iets? Ja, doe maar. Zo, die is hard. Poeh, goedenavond. Goedemorgen. Nee, goedenavond. Goedenavond. God Christus, gaat de tijd snel. Nou, goedenavond dan, hè. Met wie hebben we het genoegen? Met Johan. Ah, Johan. Goedenavond, Johan. Goedenavond, Johan. Ik heet geen Johan, hoor, als je dat zo... Nee, doen. Maar ik herhaal u. Wat vind jij van Nationale Vrouwendag? Ja, lulkoek. Leg uit. Nee. Nou, Johan, fijne avond. Wil je het nog uitleggen of... Nee, maar wat nou vrouwenavond? Vrouwenavond, dat is stom. Nee, Vrouwendag. Internationale Vrouwendag. Vrouwendag, de hele dag. Wat een onzin zeg. Nou, ik denk dat dit wel... Daar zijn we helemaal van tante losje getikt. Met z'n allen. Met z'n allen? Met z'n allen. Zit je nou alles de hele tijd te halen, man? Wat ben jij in de kamp? Ben jij ook een vrouw? Nee. Ik zou niet durven. Nee, maar... Zou je niet durven? Waarom zou je dat niet durven? Ben Michi jij? Ben jij Michi? Nee. Nou... Nou begint toch wel een beetje op een vrouw te lijken, zeg. Nou, wat is dit nou weer? Ja, je zit de hele tijd met een beetje bij de hoofd te doen, meisje, in het programma. Ja, maar ik wil gewoon mensen die mening hebben en die er ook voor staan. En jij zegt dat het... Nou, ik heb een mening. Ik zit alleen, maar ik heb wel gewoon een mening. Ja, maar je zegt... Kan je het een beetje uitleggen? Ja, uitleggen. Ik vind het gewoon onzin dat bij de vrouwen gebeuren. Ja, waarom? We hebben een vrouwendag. Jee, vrouwendag, superbelangrijk. Zo stom, man. Waarom is dat niet... Is er een mannendag? Is er een mannendag? Nee. Inderdaad, er is geen mannendag. En dat wou ik even duidelijk maken. Waarom is er nou geen mannendag en wel een vrouwendag? Ja, dat weet ik niet. Misschien omdat vrouwen... Nee, jullie weten het niet. Niemand weet het, want dat slaat helemaal nergens op. Misschien omdat vrouwen het idee hebben dat iedere dag een mannendag is. Oh, wat een schitterend... Ja, maar vrouwen moeten geen ideeën hebben, want dat wordt altijd weer een hele hoop rotzooi. En heb ik ook nog gehoord dat het ook weer 9 dag was of zoiets geks. Ja. Dus de negers hebben nou een dag, de moeders hebben een dag, de vaders hebben een dag, de vrouwen hebben een dag. En de mannen? Nee. Dus jij wil eigenlijk een vrijgezelle mannendag? Want het geen vaders, geen moeders. Of een vrijgezellige mannendag. Ik heb gewoon een vriendin hoor. Okay. Ik heb alleen geen kind. Oké, een dag voor kinderloze mannen. Nee, gewoon verstaan. Een mannendag. Okay. Het is toch ook geen kinderloze vrouwendag? Nou, noem een... Nou ja, goed. Noem een datum. Waarom? Nou, je wilt toch een mannendag introduceren? Ja. Nou, welke dag zou mannendag moeten zijn? Ik zat zelf te denken aan 5 december. Dat wordt lastig. Ja, dat is vergeven. Dat is Sinterklaas. Vergeven? Ja. Oh, Sinterklaas heb ook weer een dag. Godsamme, het zal ook weer eens niet wezen. Is er nog een datum vrij? Want volgens mij is het elke dag weer een dag. Denk er nog even over na. Nee. Dat dagje van 19 mei. Ja, top. Dat is de Champions League finale. Dus dat valt heel mooi. Ah, kijk, nou weer talking business. Maar wat ik dan toch even wil weten. Wat ben jij van plan te doen op zo'n mannendag? Wat moet dat voorstellen? Wat gaan we dan doen? Wat gaan we beleven? Behalve voetbal kijken. Ja, weet ik veel. Voetbal kijken, bier drinken, mannen dingen, huppatee. De hele dag? En heeft dat nog consequenties voor niet-mannen? Nee. Die kunnen gewoon... Moet dat dan? Nou, dat weet ik niet. Het is jouw idee. Nou, ik wel, nee. Oké, okay. Nou, Johan, dankjewel.
Alsjeblieft. Nou, fijne avond alsnog. Inderdaad, hetzelfde. Dankjewel. Dag Johan. Alsjeblieft. Joe. Nou, Johan met een echt standpunt. Toch fijn. Potverdorie. Nou, bij deze 19 mei is Nationale Mannendag. Nou, toch fijn dat we dat hebben. Wij gaan muziek luisteren. We gaan luisteren naar Stevie Wonder. Al best wel bekend, vind ik. Met You and I. Here we are. On earth together. It's you and I. God has made us for love. It's true. I've read.